Het mannenteam van de Almeerse hockeyclub is met een vrijwel nieuw team begonnen aan de voorbereiding op het komend seizoen. Met de komst van veel buitenlandse spelers en een nieuwe technische staf heeft de hoofdklasseploeg een nieuw gezicht. Maar er zijn ook nog steeds wel gewoon een stuk of, ik had vanmiddag geteld, ik geloof 12 jongens die wel gewoon echt van de club zijn. Daarnaast ook een paar jongens die ook al echt een paar jaar hier in het eerste spelen. Ja, en er zijn veel jongens weggegaan. En dan moet je gaan kijken om een platform bieden waarin je ook die jongens die er nog wel zijn, gewoon zo goed mogelijk kan laten spelen. En ja, we zijn hier niet, moet ik natuurlijk uitkijken wat ik zeg, maar we zijn niet mega fan van buitenlanders in de trant van we willen heel veel buitenlanders hebben. Maar we zijn heel blij dat die jongens er zijn en dat, ja, dat zij ons verder kunnen helpen. En ik denk dat we een hele mooie ploeg hebben staan. Jolie is de nieuwe trainer van de Almeerse hockeyclub. Hij staat samen op het veld met Bart van der Wolf. Ze willen dit jaar echt samen gaan doen. Van der Wolf ziet ook dat er na het vertrek van veel spelers nu een heel ander team staat. Ja, kijk, ik heb die jongens natuurlijk gewoon graag bij, omdat het gewoon hartstikke goede gasten zijn en jongens van de club. En ze zijn, weet je wel, leuk en kunnen goed hockeyen. Maar nee, het steekt mij gewoon totaal niet. Kijk, iedereen heeft gewoon zijn eigen verhaal. En het is ook gewoon een goed verhaal. Er is ook helemaal geen iets vervelends gebeurd. De een stopt, gaat aan zijn maatschappelijke carrière werken. De ander die vindt het na zoveel jaar wel gewoon genoeg geweest. En er zijn ook, nou, neem bijvoorbeeld Daan Dekker. Ja, die krijgt gewoon echt een gave uitdaging bij Amsterdam. En dat is ook wel, vind ik ook wel positief voor de club, weet je wel. Dat wij gewoon, het is ook hoofdklasse, maar dat hij gewoon zelf heeft afgedwongen dat hij een transfer maakt naar gewoon een topclub in de hoofdklasse. Ja, dan kan zo'n jongen alleen maar gewoon eye over zijn bol geven en hopen dat hij daar gewoon net zo goed gaat doen als hier. Ja, de eerste weken zullen hier denk ik de jongens geen eye over de bol geven, want over 4 weken, ja zeg goed, 4 weken, 5 weken, start van 6 september, Bloemendaal en Amsterdam en Oranje-Rood, noem maar op, al die clubs. Ja, dat is wel een pittig start. Ja, vet hè? Ja, maar het is gewoon heel gaaf, zeker dat we meteen naar Bloemendaal mogen, dan kunnen we ook meteen laten zien wie we zijn. En wij hebben alles te winnen. Wij kunnen alleen maar winnen. We hebben niks meer te verliezen. We kunnen alleen maar winnen. En het mooiste is, weet je, niemand kent ons. Ze kunnen wel de video's van vorig jaar kijken. Maar ja, er missen 13 man. Hè? Dus dan wordt het toch een beetje lastig. Dus nee, het is gewoon hartstikke gaaf. En ook voor de jongens, weet je wel, meteen Bloemendaal uit. Beste club van Nederland. Laat maar zien wat je kan. En wij kunnen veel.